Deze beschouwing, die is zo filosofisch en zo geruststellend, dat ik wil voorstellen dat je dit luistert voordat je gaat slapen. Ga lekker op je rug liggen, man. De titel luidt: Het serieuze leven voor de vrolijke mens. Oftewel, het vrolijke besef voor de serieuze mens. Dat is erg belangrijk. Ik ben omringd met mensen die... of ze zijn heel erg vrolijk. Ik ken zo'n vent en die gaat niet om met vrouwen. Nou, daar word je gelijk al een stuk vrolijker van, hè. Die heeft ook geen kinderen. Zo. En nou, hij staat hier op de markt. Hij heeft zo'n leuk strooien hoedje. En ik weet dat hij last heeft van eczeem. Hij is een beetje aan de dikke kant ook. Maar niet heel erg dik of zo. En waar hij nou woont, dat weet ik niet. Hij woont ergens een stukje hier naar het noorden toe. Niet in een rijke buurt of zo. Deze man is helemaal niet rijk. En dan, ik denk dat hij er een beetje bij klust op de markt. En dan staat hij niet op zijn eigen kraam, hè, maar bij zo'n groentekraam. En groente en fruit. Gewoon brullen. En, 2 dozen aardbeien voor, wat was het, 5 euro. Vandaag heb ik speciaal bij zijn kraam. Want ik ken hem al. Ik ken hem uit de kroeg. Hè. Aardige vent, man. Altijd vrolijk. Altijd vrolijk. Hij vroeg laatst nog aan mij van, kom je dan wel eens in de street? He, dus onder de ingewijden is het streetcafé. Dat heet dan de street. Ik zei, nee man, ik ben gestopt met drinken. Oh, maar ik kan je toch blowen? Ik zei, ja, ik ben ook gestopt met roken. Oh, zei hij. Nou, zei hij, ik niet hoor. Hij gaat er nog lekker tegenaan. En hij vertelde dat hij dan ook niet meer in de street kwam. Maar hij kwam daarna in een andere kroeg. En die ken ik ook. Maar die is mij te ver lopen. Ik weet waar die zit. Ah, zit hij dan lekker, joh. Gewoon met een snuifie en... zo'n speed of zo, denk ik. En blowen, dat doet hij ook. En een biertje drinken, dat doet hij ook. Ja, van hem kan iedereen zijn rug op. Ik neem aan dat hij een uitkering heeft. En dat gun ik hem van harte. Die man die doet geen vlieg kwaad. En altijd vrolijk, altijd gezellig. En hij doet aardig tegen mij. Nou, dan heb je het al snel bij mij gehad hoor. In de zin, dan wil ik je graag mijn vriend noemen. Aardige gozer, geef die vent een uitkering. Nee, fijne vent. En vandaag zag ik hem weer even. Dan maakt hij weer een geintje tegen me. Dan maakt hij ook een geintje tegen... En niet alleen tegen mij, maar ook tegen andere mensen. Een vrolijke gozer. Fijne kerel. En hij... hij maakt zich helemaal nergens druk over. Ik weet niet precies wat Christus nou bedoelde met zalig zijn de armen van geest. Maar ik kan me er iets bij voorstellen dat als je je niet bewust bent van de ellende of de toestanden. Of dat je er gewoon echt stom niks van aantrekt. Stomweg niks van aantrekt. Nou, dan ben je wel lekker gelukkig natuurlijk. En altijd vrolijk. En ik denk dat je dat ook... Ja, moet zijn. Ik bedoel, niet te veel druk maken om allerlei dingen. Kijk, het is niet aan ons om
de revolutie te bewerkstelligen. Daar zijn wij te onmachtig voor. Wat wel kan, is dat jij bezig bent met dit of dat en dat de revolutie uitbreekt. En dat mensen tegen jou zeggen, als de revolutie gaande is, van yeah man, jij bent echt een revolutionair en we houden van jou. En ja, dat zou kunnen. Ja. Maar dat zou mooi zijn natuurlijk. Maar ga daar niet vanuit. Dat je daarna kan streven, dat wilde ik zeggen. Het kan dus gebeuren. En dan ben jij stom verbaasd, dan ben ik stom verbaasd. En, ja, nou ja, oké. Is het voor elkaar gekomen? Ja, dat zou fijn zijn. Dat wij het bij leven meemaken. Dat het afgelopen is met al die onzedige toestanden op hoog niveau. Ja, wie is het niet beu, toch? Iedereen toch? Al die narigheid met al die kinderen. Al die gekwelde mensenzielen. Maar ja, je hebt dus het misbruik van die kinderen op hoog niveau en je hebt het misbruik van kinderen op laag niveau. En ja, wat is nou het erge? Of het ergste? Er is aan allebei vrij weinig te doen, heb ik het idee. En dan zou je nog denken aan het kindermisbruik op het lage niveau, dat is gewoon onder ons, dat dat dan makkelijk te doen moet zijn. Nou, vergeet het maar. Mijn eigen dochter, die werd verwaarloosd en misbruikt. En ik heb gegild als een speenvarken en iedereen keek de andere kant op. Ja, als het mij zelfs niet lukt. En ik heb toch een IQ van 135, 140. Ja, wat moet een ander dan? Ja, toch? Nou is mijn dochter inmiddels 19 en wow. Ze heeft goede cijfers op school. Dus. Laten we maar zeggen dat het goed is afgelopen. Maar niet echt natuurlijk. Hè. Maar voorlopig schijnt er geen geldprobleem te zijn. Dat duikt later nog wel een keer op, mag ik denken. En niet dat het niet te lang, dat er niet te veel tijd overheen gaat. Dat ik het nog mee mag maken als het bij haar opduikt. Dat ik het nog een beetje kan begeleiden, steunen. Ja, het blijft toch je kind, hè. En nou zit ze nog zo'n beetje in de fase van, ja, nou, iedereen gebeurt wel wat. En, mij is ook wat gebeurd en nou en. Ja, het is niet helemaal zoals ik het zie. Hè. Trauma blijft trauma. Nee. En dan heb je natuurlijk nog dat misbruik op het hoge niveau. Ja, daar word je helemaal draaierig van. En wat moet je eraan doen, hè? Ik zou het niet weten hoor. En toch zeg ik je dat er wat aan gaat gebeuren. Ik weet niet hoe lang het nog duurt. Ik denk dat het nog wel jaren gaat duren. En toch wordt het langzamerhand beter. Want de Almachtige, die pikt het niet. En de Almachtige die wil dat wij zelf de verandering bewerkstelligen.
Dat is wat ik denk. En dat is ook mijn hoopvolle gedachte. Dat de almachtige wil dit oplost. En dat wij in principe niks hoeven te doen. Ja, wel aardig zijn tegen kinderen. Ik heb mijn dochter geen haar breed in de weg gelegd. Geen haar. Nou, niks in de weg gelegd. Ik heb het alleen gestimuleerd. Waar mogelijk. Dus mij treft verder geen blaam, mag ik aannemen. En ik hou dit soort uitzendingen op YouTube. En ja, dan mag jij gaan verzinnen of dat fout is of niet. Nee, natuurlijk niet. Maar weet dat er een verandering aankomt. En dat wordt zo anders dat we de wereld van nu niet zullen herkennen. We zullen spreken over een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Het wordt helemaal nieuw. Dat moment heet de terugkomst van Christus. Dat is een naam hoor, voor dat monument. En later zullen we zeggen, ja, toen en toen was de terugkomst van Christus. Maar dat is pas later als we dat zullen zeggen. En nu is het nog niet zo ver. En hoe ik dat zeker kan weten is omdat ik begrijp wat Immanuel Kant bedoelde. Met dat de oorzaak van de wereld, inclusief het leven, die is niet in deze wereld te vinden. Die is daarbuiten. Of er binnenin, of ernaast, of zeg het maar. Maar die zit dus niet in iets materieels. De materie is niet de oorzaak van de materie. Er is het. Kant noemde dat het ding op zichzelf. Je kan zeggen dat het gelijke tred houdt met het begrip God uit de Bijbel. En dat Kant heeft laten zien dat zoiets als de God van de Bijbel, zoiets als. Dat er moet zijn. En Arthur Schopenhauer heeft daarvan gemaakt van ja, dat is wel heel erg vaag. En ik ga het iets preciezer definiëren en ik zeg dat het niet gaat over het ding op zichzelf. Nee, ik zeg dat het gaat om de wil. Dat is een hele goeie van Schopenhauer. En Friedrich Nietzsche heeft gezegd dat er voor zover Arthur Schopenhauer gelijk heeft, dat het dan gaat om een wil tot macht. Dat elke, ja, heet dat een wil, die echt wil, dat is een wil tot macht. Dat kan niet anders. Nou, en Christus Jezus heeft gezegd, de zachtmoedigen zullen deze aarde beërven. Dan zijn we thuis. Want om de zachtmoedigheid gaat het. De zachtmoedigheid, de langmoedigheid, het begrip hebben voor een ander, het medelijden hebben, dat gaat hem worden. En de mensen die dat niet hebben, die, ja, daarvan zullen we de naam niet weten. En omdat we de naam niet weten en de foto's niet hebben, en ja, zal het zijn alsof die mensen nooit geleefd hebben.
En omdat we ze dus helemaal niet kennen, is het ook helemaal niet erg dat we ze totaal vergeten zijn, want we kenden ze toch niet. En er werd ook, Christus heeft zo'n mooie gezegde van, degene die mij niet drinken hebben gegeven toen ik dorstig was, die mij geen eten hebben gegeven toen ik honger had, die mij geen slaapplaats hebben geboden toen ik beschutting nodig had. Die ken ik niet. Die gaan aan mij voorbij. Ik parafraseer even hoor, maar zoiets wordt het. Hè? En waarmee Christus ook bedoelde, van, dat het dan niet zozeer ging om hemzelf, maar dat het ging om een willekeurig mens die ja, honger kan hebben, dorst kan hebben, beschutting nodig heeft. Hè? En als jij die mensen maar overlaat aan hun lot, ja, Christus zal zeggen dat hij je niet kent. En dan ben jij de sjaak. En dat is vervelend voor jou, maar niet voor ons. Voor ons valt dat erg mee. Want in Christus zullen we jou ook niet kennen. Dus. En dan komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Ja, de wereld die we nu hebben, dat is een onzinwereld. Ik laat maar even een pauze vallen. Maar jij mag zelf gaan verzinnen waarom ik dat vind. Maar deze wereld is onzinnig. Het valt mij op in het verkeer bijvoorbeeld dat automobilisten geen richting aangeven. Dat vind ik opmerkelijk. En ik was laatst eens op de fiets. Ik kwam terug van mijn werk of zo. En er was een auto. En ja, ik wilde even weten welke kant die auto op ging. Hè? Nou, die man geeft helemaal geen richting aan. Ja, dan kan ik als fietser kan ik niet anders dan. Afremmen. Want die auto die kan rechtdoor gaan of hij gaat rechtsaf. En ja, in het ene geval moet ik remmen. En dat ik niet weet welke kant hij op gaat, ga ik maar remmen. Nou, ik heb helemaal voor niks geremd, want die auto die ging rechtsaf. Ik denk, ja, als je dat dan even aangeeft. Dus ik was op weg naar mijn werk en ik rijd langs de markt. Nou, en ik had al de vaart erin zitten. Is er een oude man, een buitenlandse man. En die komt zo heel langzaam met zijn fiets. Heel langzaam komt hij van rechts. En ik denk, ja, wat wil je nou? En hij kan niet eens zeggen van ik kom van rechts en ik heb voorrang. Want hij komt uit een gebied waar je, ja, dat was niet echt een fietspad of zo. Hè. Hij kwam van het marktplein af waar mensen lopen. Het is maar de vraag of hij daar überhaupt mocht fietsen. En dan maakt me er verder geen donder uit. Nou ja, of je komt van rechts en fietst dan ook door. En niet zo halfslachtig, zo. Ja, en ik kwam eraan zitten met een gangetje van 15 kilometer per uur. Ik was op weg naar mijn werk. Ik moet nog 7 kilometer fietsen. En die man die keek me zo in de ogen. Die dacht, wow, er komt een fietser, er komt een fietser. En die greep zich vast aan een... Er stond een vrachtwagentje geparkeerd of zo.
denk, wat een drama. Doe dat normaal, man. Je ziet dat ik eraan kom. Ja. En ik ben zo voorbij, hoor. Zo. En die man had toch geen vaart. Dus ze gaan dan gewoon stilstaan. En zo zie ik veel mensen in het verkeer en ik denk, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Let een beetje op. En dat moet toch op een dag anders gaan worden, hoor. Want ik kan zo niet doorgaan. Je slaat helemaal nergens op. Vind ik, hè? Nee, geef mijn portie maar een fikkie op deze manier. Serieus, hoor. Het is toch een... Het is van de gekken dat mensen in het verkeer geen rekening houden met elkaar. Slaat nergens op. Helemaal in hun eigen ballonnetje. Hun eigen spacebubbel. Ik had ook zo'n man hier in Arnhem. Die laat zijn hond in de Arnhemse beek zwemmen. Hij heeft zo'n vechthond. Iets van een pitbull of zo. Of een Bordeaux hond. Een Bordeaux dog. Weet ik veel wat van bij ze is. Zo'n gespierd hondje met zo'n brede kaak. En dan vind ik dat allemaal verder niet erg. Ik vind het een beetje raar dat je dat doet. Persoonlijk, maar ja. Zo hè, hier midden in Arnhem een beetje met je hond gaan lopen. Ja, ik vind het niet oké. Okay. We hebben hier in Arnhem een heel mooi stadspark. Een hartstikke groot gebied. Ja, neem je hond daarmee naartoe. En als je echt een stoere jongen bent, dan heb je in de buurt van... Niet Schaarsbergen, maar dan ietsje de andere kant op, richting Velp. Heb je een heel groot gebied, dan mag je hond loslopen. Kijk, dat is leuk voor die hond, hè. Als je dan toch houdt van je hond, neem hem daarmee naartoe. Maar ja, dat is wel even een eindje fietsen natuurlijk. En dan die jongen, zo'n jonge vent, een jaar of 20, 30 of zo. Ik weet niet waar die woont hoor. Zal ergens in de buurt wonen en die denkt, nou dan neem ik hem mee naar het kerkplein van Arnhem. Laat ik hem daar zwemmen in de beek. Ja, ja. En dan gaat die hond zo blaffen. Die hond heeft een schorre blaf. Dat ik ook denk, die hond die blaft zo ontzettend veel. Die heeft gewoon een schorre kelen. En eergisteravond was ik bijna in slaap gevallen. En toen werd ik wakker van het geblaf van die hond. Ik kijk op mijn wekker en het was 11:30 s'avonds. En dan niet eventjes blaffen. Nee, ben jij maf. Dat ging weer lekker zo een kwartier, half uur hondengeblaf. Nou, aan de volgende dag, dus gisteren, kwam ik van mijn werk en ik moest even naar de supermarkt om wat fris te halen. En daar was hij. En ik vertelde dus tegen hem, van ja, dat geblaf van jouw hond. Ik zei, ik woon daar. Ik zei, daar heb ik last van. En die man zou lachen. Ik zei, ja, gisteravond was het 11:30. En die man zou lachen. Ja, dat was ik. Ik zei, ja, ik heb daar last van. Ja, zei die man, kan ik er wat aan doen? Het is hartstikke lekker weer. Moet ik die hond dan binnen laten? Dat kan toch ook niet?
En wat ik dus tegen hem zei, ja jongen, er zijn hier genoeg bossen, omgevingen, toestanden. En neem je hond daarmee naartoe. En toen zei hij tegen mij dat hem leek het een goed idee dat ik meer ging genieten van het lekkere weer en mij minder zou ergeren aan het hondengeblaf. Die snotneus is 25 en hij praat tegen een man van 60. Ja? En dan komt hij ook nog uit het buitenland. Wat denkt die teringlei helemaal niet? Denk je een beetje een grote bek mag hebben tegen een bejaarde autochtoon die last heeft van zijn hond als hij aan het blaffen is? Ik heb meegemaakt dat hij zijn hond liet blaffen. Hij was al anderhalf uur bezig. En toen ging bij mijn bovenbuuf, die heeft ook zo'n pitbull-achtig apparaat. En die ging mee blaffen. En hierachter is ook iemand, die had ook zo'n hond. En die ging weer mee blaffen met de hond van mijn bovenbuuf. Dan had ik drie van die blaffende honden. En er zijn honden, die wegen 40 kilo per stuk, hè? Ja, die blaf, die hoor je hoor. En dan zit ik dan tussen. Hé, hey, dankjewel. Ja, zei die man nog, deze hondeneigenaar, ik kan niet met iedereen rekening houden. Waarop ik dan denk, nou, dat vraag ik wel helemaal niet. Ik vraag erom dat je rekening houdt met de mensen die hier in de buurt wonen. Dat is niet met iedereen. Ja. En ik zei tegen hem, het is jouw hond en jij bent ervoor verantwoordelijk. En ik stond aan de ene kant van de beek en hij stond aan de andere kant van de beek. Maar hij werd boos, jongen. Jij niet zeurmoed. Ik doe. Met een gebrekkige Nederlands, denk je, jongen. Zeurneus. Maar dat is straks afgelopen. Dat hoort straks niet meer. Straks worden die mensen afgevoerd, denk ik. Die krijgen begeleiding. Ik weet niet hoe die samenleving eruit gaat zien, maar dat wordt heel anders dan nu. Het wordt een samenleving van mensen die, als ze niet werken, dan krijgen ze geen eten. Tenzij je echt niet kan werken, dan zal je niet verhongeren, maar... Maar als jij niet kan werken, ja, dan kan je er waarschijnlijk ook niet lopen. En ja, dan heb je dus ook geen grote woning nodig, want je kan toch niet lopen. Dus een bedje is genoeg. Hè? Wat een heel andere wereld. Een wereld van zachtmoedige mensen. Dan hebben we ook geen koning meer. Dat is dan ook voorbij. Dan hebben we nog maar één koning en die noemen wij onze vader. Ja, serieus. Logisch gesproken komt het woord van Christus Jezus uit. Dat is een kwestie van logica. Ja, dus het is of dat wordt waar, of... Nou, Friedrich Nietzsche had geen gelijk, Arthur Schopenhauer had geen gelijk en Immanuel Kant had ook geen gelijk. Maar dat kan niet. Want de werken van die drie geweldenaars op logisch gebied, dat is 240 jaar lang staat dat als een huis. Dus waarom zou dat binnenkort weerlegd gaan worden? Jo, maar Friedrich Nietzsche is beland in een gekkenhuis. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat Friedrich Nietzsche gek was. Er zijn meer mensen beland in een gekkenhuis omdat men vond van de gevestigde orde dat het maar beter was dat ze de geschiedenis in zouden gaan als iemand die beland is in het gekkenhuis, zodat iedereen zou geloven dat ze gek waren. Dat kan heel goed hoor, in het geval van Friedrich Nietzsche. En dat Friedrich Nietzsche volledig bij zinnen was toen hij zei... Der Wille zur Macht,
Daar keert het om. En dat wordt de zachtmoedigheid. Want de wil is per definitie zachtmoedig. En die moet dus tot macht komen. En dat gebeurt dus momenteel niet. Maar ja, momenteel zijn wij erg dom. Wij stemmen hier in Nederland, hè, eens in de 4 jaar stemmen wij voor de Tweede Kamer. Waarom eigenlijk? Daar zou je toch helemaal niet voor willen stemmen? Ja, je zou willen stemmen op meer of minder BTW. Of meer of minder geld voor de ouderenzorg. Of, ja, dat soort dingen. Ja. Neem zo'n JSF, zo'n Joint Strike Fighter. De F-35 van... Hoe heet die firma? Wie wil dat ding nou? Ja, ik niet. Nou, laten we daarop stemmen. Ja. En waarom eens in de 4 jaar? Waarom niet... Ik heb toch een DigiD? Helaas. Een hele toestand. Maar ik ben dus overstag gegaan. Af en toe vind ik mezelf zo'n slap Janus. Hè? Maar goed, ik heb nou een DigiD. Nou, waarom kan ik dan niet stemmen? Met mijn DigiD. Even stemmen op die JSF en zeg ik nee. En dan bijvoorbeeld Europa. Geen geld meer betalen aan Europa. Ja, daar zou ik gewoon willen stemmen van... moet er meer geld worden betaald aan Europa? Moet er minder geld worden betaald aan Europa? Zo, wat zou je redelijk vinden dat wij als Nederland betalen aan Europa? Nou, zou ik zeggen, helemaal niks. Want niks. Voorlopig niks. Hoeveel subsidie wil je hebben van Europa? Zeg ik, nou, ook helemaal niks. Gewoon niks. Helemaal niks. Over dat soort dingen zou ik willen stemmen. Moet het onderwijs verplicht zijn? Ik zou zeggen nee. Nee. Als een kind graag naar school wil... dat is wat anders. Dan moet het... je kunnen bellen met zijn smartphone of whatever. Of ze gaat even langs bij het gemeentebureau dinges. En zegt, nou, ik wil graag naar school. En mijn moeder is iedere dag dronken, dus die wil me niet brengen. Nou, dan is er iemand en die brengt dat kind naar school. Als het kind graag naar school wil, dan mag het naar school. Wat mij betreft. Maar als het kind dat niet wil, dan maakt het mij niet uit. Houd het kind lekker thuis. Ja, maar hoe moet het kind dan leren lezen en leren rekenen? Nou, is dat mijn probleem? Ik dacht het niet, hè. En trouwens, op internet is er voldoende lesmateriaal, hoor. En het leren lezen en leren rekenen, dat is toch, lijkt mij, primair de taak van de ouders. En ja, als je dan analfabeet als ouder hebt, dan heb je inderdaad een probleem als kind. En dan moet je naar het gemeentehuis kunnen, naar het buurthuis kunnen. Moet je zeggen, nou, mijn ouders zijn analfabeet. En ik wil graag leren lezen en leren rekenen. En wie kan mij dat even leren? Ja, dan ben je toch klaar. Ja, gelijk van al die dingen af met de onderwijsinspectie en zo. Dat hoeft dan ook niet meer. Ja, daar zou ik wel op willen stemmen. Ja. Met mijn DigiD. Want dat er dan regelmatig weer eens nieuwe enquêtes opkomen. Maar dat je ook kan bepalen wat er überhaupt gevraagd wordt aan het volk.
zou wel een enquête willen hebben over de totale belastingdruk. Van hoe hoog wil je dat nou? Ik zou denken bij een land als Nederland, met de Nederlandse burger die zich zo voorbeeldig gedraagt, dat de belastingdruk in Nederland toe zou moeten kunnen met 20% of zo. Dat moet voldoende zijn. Ja, dat zal wel even lekker gaan schelen, zeg. En dingen als de 40-urige werkweek afschaffen? Waarom? Moeten allemaal om 9 uur beginnen? Waarom? Ja. Je hebt zoiets als een winkelsluitingswet. Ik zou zeggen, kappen met die handel. Dat is serieus. Als iemand een winkel heeft en die wil elke dag open zijn en dan 's morgens om 6 uur beginnen en dan weet ik veel, die wil misschien 4 uur per etmaal wil die dicht zijn of zo. Wat maakt mij dat uit? Als die winkel geen overlast veroorzaakt, dan maakt het toch niet uit. Je kan al die regels wel instellen. Maar dat betekent dan ook dat je allemaal mensen moet onderhouden als gemeenschap die gaan controleren of mensen zich wel aan de regel houdt. Nou ja, als je dan geen regels hebt, dan hoef je ook niet te controleren wie zich er wel en wie zich er niet aan houdt. Opgelost probleem. En als die belastingdruk omlaag gaat naar 20%, en we zitten nu al 60% of zo, denk ik, hè? Die belastingdruk omlaag. Klaar, man. Hoeven we allemaal niet zo hard meer te werken? Dus dan kunnen we toe naar een werkweek van 20 uur per persoon? Of als je toch 40 uur wil werken, dan kan jij als, dan ben jij als man, dan ben je kostwinner. Dan breng je zoveel poen. Je brengt niet per se meer poen mee naar huis, bruto. Maar je houdt van je bruto, hou je veel meer over. Dus je vrouw die hoeft dan niet te werken. Wat nu in de regel wel zo is. Hey. Vrouwen moeten werken. Door mijn volle nicht. Die zou dolgraag thuis zijn met de kinderen. Waarom niet? Maar dat gaat even niet betaald kunnen worden. Dus zij moet dan wel werken. En, ja, en dan moet het kind naar de buitenschoolse opvang. En dan plussen ze dan nog. Maar... een deel van de uren die mijn volle nicht draait, een deel van dat geld vloeit direct door naar de SBO, hè, of de BSO, buitenschoolse opvang. Ja. BSO. Ja, waar heeft het nou voor nodig? Slaat er nergens op. Wat is dat nou? En zo'n samenleving krijgen we, hoor. Zo'n samenleving met een belastingdruk. Want belasting moet betaald worden, is dat nou? Ja. Er zijn algemene diensten nodig en ja, die kan je niet gaan belasten naar gebruik. Dus ik werk nou in de gehandicaptenzorg. Ja, dat moet betaald worden uit de algemene middelen, punt. Dat kan je niet afwentelen op die ouders. Het zou niet te betalen zijn voor die mensen. Ja, dus dat moet onder toezicht, moet daar iets voor geregeld worden. En dat moet komen uit de grote pot. Ja. Maar het mag allemaal wel wat eerlijker. En ik ken mensen die hebben dus een uitkering en die werken dan niet, hè? Terwijl ze wel kunnen werken, maar ze vertikken het. En die hebben dan werk aangeboden gekregen. Ja, met het solliciteren werkte het allemaal niet zo goed en ze werden dus niet uitgekozen en dan kreeg je helemaal geen baan.
En toen kwam dan de gemeente met, met een plan van, nou, dan kan je dit soort werk gaan doen, dan kan je dat soort werk gaan doen. En dan zeggen die mensen, nou, dat werk hoef ik niet te doen, want dat is beneden mijn opleidingsniveau. Of beneden mijn niveau. Huh. Nou, ik vind dat niet kunnen. Persoonlijk. Echt niet kunnen. Nou, ik heb een ingenieursdiploma, landbouwhogeschool. En ja, ik werk in de ondersteunende dingens van de gehandicaptenzorg. Klaar. Ik vind het nog leuk werk ook. Is dat beneden mijn niveau? Jazeker. Doe ik dat met plezier? Jazeker. Ik hoop dat ik dit werk mag blijven doen tot aan mijn... Dat het echt niet meer gaat of zo. Want ik ben ook niet meer zo piep. Maar voorlopig gaat het nog. Nou, dan kan ik het toch doen. Is dat nou? Ik moet wel een beetje rekening houden met mezelf. Dat, ja, ik ben niet meer zo'n jonge Adonis die dat even... Maar wat had ik nog laatst? Had ik een dubbele dienst. Eén dienst van 4 uur en dan nog een dienst erachteraan van... Wat is er gepland? 5,5 uur. Maar die dienst van 5,5 uur, die was... Even kijken, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Maar die was ook nog een keer 10 kilometer fietsen van hier. Ja, morgen brengen. Dat doe ik nooit meer. Ik heb punt 1 bij die locatie gezegd van, ja, wat moet ik echt doen? En er was iets misgegaan in de planning ook nog. Eigenlijk had ik niet eens gehoeven. Of zo. Ik heb daar 2 uur gewerkt. Zoiets. Dan ben ik naar huis gegaan. Ik was totaal kapot, man. En dan moet je op 1 dag, moet ik eerst naar Zuid. En dat is dan maar 15, 16 kilometer fietsen. Heen en weer. En dan dus naar het noorden toe. En dat is heuvelachtig gebied. Ja, dank je wel alstublieft. Ik heb geen elektrische fietsen. Wel een fiets met versnellingen, maar geen elektrische fiets. Dus, wauw. Dus dan heb je... S'morgens had ik dus 17 kilometer, of nou, zeg maar 15 kilometer achter de Canis. En dan krijg je er smiddags nog dik 20 bovenop. Ja, dat is bijna 40 kilometer fietsen bij elkaar. Plus die uren op je voeten staan. Nee, dat doe ik niet meer. Maar maandag sta ik weer ingeroosterd bij een hele leuke locatie. Ja. Daar ben ik al 2 keer geweest. Aardige mensen. En afwisselend werk, was opvouwen, wasmachines aanzetten, drogers vullen, de vaatwasser vullen en aanzetten, de vaatwasser uitruimen, kleren opvouwen en dan per bewoner op een stapeltje leggen, en wissen en dweilen, een toilet schoonmaken, badkamer schoonmaken, zeg het maar. Slaapkamers opruimen, bedden goed afnemen. Ah, ik vind het wel een aangenaam werk. En ik doe dat dan wel en een ander die doet dat dan niet. Die vindt het beneden zijn niveau. Ik vind dat niet kunnen. Als je kan werken, dan, ja, dan moet je werken. Die mentaliteit moet er zijn. Hè? Kijk, het zou in mijn hoofd niet opkomen om in mijn geval voor de uitkering te gaan als een of andere zielepoot en dan maar niks te doen. Dus ik zou dat niet kunnen verantwoorden, naar mezelf niet. En die maatschappij hebben we nodig. Met verantwoordelijke burgers. Nette mensen. Ja.
En die komt eraan, hoor. Het gaat nog even duren, maar die komt eraan. Al die mensen die zo voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, die maken zich niet populair, man. Het zijn zielepoten. Ze zijn een schande voor zichzelf en voor hun familie. Zij zijn straks niet gekend. En wanneer dat straks is, ja, dat weet ik niet. Kan nog even duren. Ik weet alleen maar dat het komt. En ik hoop dat het gaat regenen, want het is momenteel 32 graden Celsius. Halleluja, prijs de Heer. Zit ik zo te kijken naar de buienradar en er komt zo'n hoopvol buitje aan, dingen ze. Maar voor 5 uur wordt er nog geen plensje hier, hoor. Hij loopt dan door tot, even kijken hoe heet het klokje. De buienradar tot. Hij loopt tot en met. Ja, tot 5 uur volgens mij. Ja, dan springt hij weer terug. Nee, voor 5 uur geen buitje. Maar er komt een andere wereld aan. Een hele mooie wereld. Waarbij iedereen... ja, niet beter weet dan dat je zachtmoedig en langmoedig bent. Het hele botte gedoe en het afbekken van kinderen, dat gaat straks voorbij zijn. Dat gaat eruit. En daarvoor zal het nodig zijn dat er een soort moeder der oorlogen komt. Zo. Ja, en ga jij hem veroorzaken? Nou, ik denk het niet. Ga jij het meemaken? Ik hoop het wel. Ga ik hem veroorzaken? Nee, ik denk het niet. En ga ik hem meemaken? Ik hoop van wel, maar... ja, ik ben ook alweer... 60, bijna. Oh jeetje, ik zit nou te kijken de buienradar, maar het gaat... het gaat zelfs... het gaat, wordt misschien wel 7 uur vanavond voordat het gaat regenen. Nou, weet je wat, dan ga ik nog een potje schaak spelen. Ja, maar van een potje schak krijg je ook een heet hoofd. Ja. Gewoon heel rustig blijven zitten. Kijk, ik weet dat het leven, dat is veroorzaakt. En het is veroorzaakt door iets waar wij geen kennis van hebben. We kunnen alleen maar kijken naar de resultanten. Of het resultaat. Van de schepping. Ja, we kunnen dus kijken naar de schepping. En wat jij kan zien aan de schepping is dat daar een schoonheid in zit. En dat geeft de hoop. Zo wordt dat dan niet anders, hè? En al die rare mensen die geen rekening houden met elkaar, dat... ja, laat maar zitten, joh. Dat gaat hem niet worden. Gaat langzaam weg. Of het gaat in één klap. Dat wordt het volgens mij. Het gaat in één klap. Ja, het wordt nog wat. En ik hoop dat ik erbij ben. Maar ik denk het niet.
Maar dan nog ben ik er nu om aan jullie duidelijk te maken dat die tijd gaat komen. Er komt een tijd aan dat wat we dan noemen empathie, dat dat vanzelfsprekend wordt. En er komt ook een tijd aan dat we dat geld zijn waarde gaat verliezen. Het wordt niet meer zo belangrijk. Mensen zullen, mensen hebben eten nodig. En een dak boven hun hoofd. En ze hebben wat spulletjes nodig. En dat is het dan. En als er mensen zijn die hebben meer spullen nodig, dan hoeven ze dat alleen maar te zeggen en dan krijgen ze dat. Klinkt bizar, maar die tijd komt eraan. En er zal een tijd komen dat mensen met een hele hoop spaargeld, dat die aangesproken zullen worden op dat spaargeld. Van zeg, waarom heb jij zoveel spaargeld? Waar is dat voor nodig? Kan je dat niet beter weggeven? Investeren in iets. Als je zegt, maar dat is voor mijn oude dag. Dat je tegen die mensen zegt, dat kan je wel doen, maar dat hoeft helemaal niet. Als jij je oude dag bereikt, dan bereik jij je oude dag. Nou en? Als je niet meer kan werken, dan krijg je te eten nog steeds. Tuurlijk. Het wordt een samenleving, kan ik me voorstellen, waarin wij ons verbaasd zullen afvragen dat er in vroege tijden zoiets met dwang werd geprobeerd. In de zin van communisme. Maar wij zullen straks een communistische maatschappij hebben. Maar dan zonder dwang, hè? Helemaal vrijwillig. Maar privébezit is er helemaal niet meer. Iets wat het communisme ook nu dan, hè, onder dwang willen ze al het bezit afpikken. Maar straks zal het zo zijn dat iedereen zijn bezit gewoon weggeeft. Spullen zijn van iedereen. Ja, dat gaat nog even duren. Want als je dat nu zou doen, dan denken heel veel mensen die niet van die cultuur zijn, van mooi zo, graaien met z'n allen. Iedereen geeft alles weg, nou kom maar hier, wij willen het wel hebben. Maar straks wordt het anders. Wat heel bijzonder wordt dat. Maar daarvoor komt er eerst een Armageddon, een totaalkrieg. Dat wordt een rammen, jongen. Dat wordt heel heftig. Dat wordt een mooie tijd die daarna komt. En al diegenen die hun leven verprutst hebben, ach, die zullen we vergeten zijn. We zullen niet meer weten hoe ze ook alweer heten. Dus dan is dat ook geen leed meer voor ons. Misschien worden we dan wel ook veganistisch. Niet omdat het moet of zo, maar omdat we dat allemaal willen.
En als we allemaal veganistisch gaan eten, ja, dan... Ja, dan is er genoeg landbouwgrond, hè? Dan is er echt genoeg te voeden, genoeg voedsel voor iedereen. Er komen andere tijden aan en die worden alleen maar mooier. Maar tot die tijd wordt het eerst nog een stuk ellendiger, dat wel. Maar daar moeten wij ons niks van aantrekken. En voor jou, hè, die hiernaar luistert, ja, hecht je niet aan spullen. En doe hetzelfde als ik. In die zin, ik heb wel wat spullen. Ik heb een computer, daar maak ik deze opnames mee. En ik heb een nieuwe besteld. Heel efficiënt bij elkaar geknobbeld. Ik moet alleen nog een toetsenbord zien te verzinnen, wat niet zo duur is. En dan kan ik weer jaren mee toe. En daar ga ik het mee doen. En voor de rest heb ik hier wat instrumenten in huis. En ik heb een audio-installatie. En die mag van mij eigenlijk ook weg. En mijn dochter zei, ja, maar die wil ik wel hebben. Ik zeg, kind. Die kan je niet betalen, joh. Ja, als ik dat ding aan mijn dochter zou... Ik kan voor die installatie... Denk ik. 6.000 euro vragen. Nee, een beetje. Nou, met cd's en alles erbij. Oh. Dus dat weet ik nog niet, wat ik daarmee doe. En voorlopig verkoop ik die dan nog maar niet. En ben ik eraan gehecht? Nee. En die mag zo weg. Ik wil er dan wel geld voor, maar... Ik hoef hem niet meer. En denken jullie ook maar aan die dingen. Lekker overal vanaf zijn. Heerlijk, joh. Ik heb het dan voor elkaar gekregen om een woning te huren. En ik betaal 372 euro in de maand aan kale huur. Plus iets van 80 euro aan elektriciteit en gas. En dat ga ik binnenkort omlaag brengen. Dat kan ik je wel vertellen. Zeker met deze hitte. Ja, mijn koelkast draait er nog wat. Maar doe afstand van al die dingen die geld kosten. Ga voor het zuinige leven. En doe alleen maar dat wat echt nodig is. En voor de rest helemaal niks. En ik zeg op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag, levende lieverds.